Dus iets dat je gewoon kunt kopen. In België kun je het niet krijgen, voor zover dat ik weet. Een van de dingen die we gekocht hebben als Tilde geboren werd, ligt daar. Het is eigenlijk een... ik heb hier de verpakking ook. Ja, het ligt daar een beetje te verstoffen op dit moment, omdat we er een probleem mee hebben. Ik ga daar direct op terugkomen. Maar we hebben dat eigenlijk, als je een kindje hebt, dan is een van de gevaren is wiegedood. Nu, als je kind extra aanleg heeft voor wiegedood, dan moet je waarschijnlijk naar het ziekenhuis en dan zullen we waarschijnlijk ook aan de monitor in het ziekenhuis een paar nachten moeten, of het kindje moet toch aan de monitor een paar nachten verblijven daar. En als je dan naar huis gaat, kun je typisch ook wel via je ziekenfonds, kun je dan meestal ook wel een monitor thuis krijgen om verder op te volgen. Maar dit is eigenlijk een consumentenalternatief daarvoor, want dan krijg je zoiets dat, wat dat er gebeurt in de ziekenhuizen, is de baby's krijgen dan zo over hun voetje, is dat typisch. Of op hun lichaam, op andere plaatsen krijgen ze sensors die erop geplakt worden, die blijven daar dan aanhangen. En die kunnen dan, gelijk als onze tweede dochter, als die in het ziekenhuis lag voor longontsteking, als die al groter was, dan had hij ook sensor op haar lichaam geplakt, maar dat was met een stekkertje dat je dat kon losmaken, dat ze naar het toilet kon gaan. Maar eigenlijk wat dat vooral doet, is het monitoren van de hartslag en de zuurstof. En er was nog een, ze. Die in het ziekenhuis doen drie dingen. Maar dit is eigenlijk een consumentenoplossing daarvan, dus iets dat je gewoon kunt kopen. Nu, in België kun je het niet krijgen, voor zover dat ik weet. Je kunt naar die website gaan. Maar wij hebben het uiteindelijk tweedehands gekocht van mensen die het in Amerika gekocht hadden. Ik denk dat je redelijk qua importkosten en douanekosten zult betalen als je het zelf bestelt daar. En ook als je het installeert, als je het configureert voor de eerste keer, dan in de wizard die je moet volgen in de app. Een van de eerste dingen dat je moet doen is opgeven in welk land dat je woont. Dus daar mag je zeker niet België opgeven, want dan krijg je direct een scherm dat dat land niet ondersteund wordt. Dus het is beter dat je een ander land opgeeft waar ze wel ondersteuning hebben. Het is denk ik iets Amerikaans. En op zich, ja, dus het komt met een app. Daar kom ik ook meteen op terug. Eigenlijk voornaamst, het is zo met een... dit ding is eigenlijk een hub. Dat noemen ze de hub. Dus dat is verbonden op je thuis wifi-netwerk. Het werkt ook zonder wifi. Maar het gemakkelijkste is dat je met wifi... Dus ja, dat is wel een nadeel. Uw data gaat sowieso standaard allemaal naar de cloud. Dus dat is sowieso het geval. Tenzij dat je alles weghoudt van de wifi, maar dan weet ik niet hoe dat je juist alles moet configureren. En dan kun je er ook niet met je telefoon bij. Als je er met je telefoon bij wilt kunnen, om de gegevens te zien en om de meldingen op je telefoon te krijgen, want dat ding op zich heeft ook wel een alarmfunctie, dus je kunt het wel gebruiken zonder telefoon. Maar van zodra je het met de telefoon wilt gebruiken, gaat de data sowieso online naar de cloud. Dus naar die firma die dat ding maakt. En dan heb je, dit is nu aangesloten om op te laden, maar dan heb je eigenlijk, dit kun je dus losmaken. En dat is eigenlijk de sensor. Ik ga even proberen om die los te maken. Om het iets beter, ja, zo. En dan heb je, dit is een sokje. Dus vandaar dat ook het noemt OLED Smart Sock, versie 2 zit nu. Dit is de sok zelf. En daar zit een sensor in, die zie je hier zitten. En met die sensor gaan ze eigenlijk gaan meten wat de hartslag van de baby is en wat dat de zuurstof van de baby is. En zo kun je eigenlijk, dan krijg je, ja, de layout van de app is al volledig gewijzigd, hoor. Het is niet meer accuraat, er zijn al een aantal updates over gegaan. Maar op zich komt het wel nog altijd op hetzelfde neer dan die twee waarden opgevolgd worden. En als ze onder een bepaalde threshold gaan, dan krijg je eigenlijk een alarm op je telefoon of via die hub. Er zitten drie maten van die sokken in. En die sokken op zich, dat werkt goed. Kijk, daar is dat ook een leeftijd. Vanaf welke leeftijd dat je dit maatje van sok kunt gebruiken. En dan die sensor, kijk, hier is dat open. Kunnen die sensor eruit dan in een andere sokken steken. En het staat ook heel goed aangeduid hoe dat je het rond de voet moet doen. Dit moet je denk ik langs de kleine teen leggen. En dan deze twee op elkaar. En deze rond de hiel. Hier ziet ook een klein beetje hoe dat eruit ziet, maar het is allemaal vrij goed aangeduid hoe dat je het kunt. En we hebben ook gemerkt dat we het altijd wel juist aandeden. We hebben eigenlijk
bijna nooit vals alarm had, dus het werkt op zich goed. Dat is het hubding waarmee dat je ook die sok kunt laden. Daarvoor moet je hier via micro-USB dat kleine korte kabeltje aansluiten. Die lange kabel is voor de stroom voor dit ding zelf. En dan als je het aansluit, dan werkt het ook met licht. Hier zie je licht. Nu is dat blauw bijvoorbeeld. En dat wordt groen als hem verbonden is en geconfigureerd. En tijdens de alarmsituatie wordt dat een rode ring ook. En we hebben eigenlijk, wat staat er hier nog op? Ja, dus dan ze met een mobiele app werken, een bijstation, dus dat is dat ding. En een sok, dat zijn dus de twee dingen die je hier in die doos geleverd krijgt, zijn dus die sok en dat bijstation, die twee dingen. En dus verschillende maten hiervan. Ik denk, ik weet niet juist hoeveel dat kost, ik denk dat iets van €200 is of zo. Iets in die zin. Maar we hebben dus, en het gaat blijkbaar tot 18 maand. Maar we hebben nu dus, we hebben het 8 maand of zo gebruikt. En sindsdien hebben we een probleem. Dat dit ding, ja, qua batterijduur. Oké, dat is het alarm. Ik ga het even uit doen. Dat is nogal storend voor de video. Maar het probleem dat we nu hebben is dat dit ding niet meer op. We kunnen het niet meer opladen. Dus hier in dat ding zit een accu verwerkt. En die accu is op zich geen zo'n grote accu. Dat gaat ongeveer een dag mee. En zeker in het begin, als ze overdag ook nog verschillende dutjes doen. Dan moet je het best, dat is het best dat je het ook als het niet slaapt, gewoon in het stopcontact steekt. Want dan is de kans groot dat je zelf het einde van de dag niet haalt. Of niet de volledige nacht haalt. Als je het niet tussendoor oplaadt. Dus je moet het zeker wel voldoende opladen. Het is hooguit voor iets meer dan een nacht geschikt om op accu te werken. Maar het probleem nu is dat als we het daar met dat kabeltje aansluiten, dat het niet meer wil opladen. Tenzij dat we, terwijl dat in zit, dat we zo daar een bepaalde richting houden, dan pakt het soms wel en dan begint het soms wel op te laden. Maar meestal, als we het dan loslaten, stopt het ook met laden. Dus dan moet hier ergens een interne breuk zijn. Ik heb al geprobeerd met andere kabeltjes, dat heeft niks geholpen. Dus het ligt niet aan die kabeltjes zelf. Dat is een vrij fragiel kabeltje, maar daar ligt het dus niet aan. Ik heb het ook met andere kabeltjes geprobeerd. En ik ben dan eens gaan kijken op hun website ook. En ze hebben een hele procedure waarin ze uitleggen wat je allemaal kunt testen als je dat probleem hebt. Dus ze zijn echt wel op de hoogte van dat probleem. Ze weten dat dat probleem bestaat. En als je een aankoopbewijs hebt, dan en binnen de garantieperiode sturen ze gewoon een nieuwe sensor op. Als je buiten de garantieperiode valt, volgens wat ik gelezen heb, sturen ze. Ik zit nog in de afhandeling. Ik heb nog geen resultaat. We zijn nog in communicatie erover. Maar volgens wat ik gelezen heb, als je buiten de garantieperiode valt, dan geven ze een kortingsbon om via hun shop zo'n sensor nog aan te kopen aan een gereduceerd tarief, iets in die zin. Ik denk dat dat de opties zijn. Dus blijkbaar kunnen die sensor ook apart kopen. Voor de rest, ja, het werkt goed. We hebben heel weinig vals alarm gehad. Wat je wel soms hebt, is dat die waarden niet uitgelezen kunnen worden als ze met hun voetjes aan het bewegen zijn. Dat heb ik soms wel gezien. Maar dat geeft niet direct een alarm. Allee, het werkt allemaal wel zoals dat hoort. We zijn heel tevreden van het systeem. Alleen het zwakke punt van heel dat ding is natuurlijk die sensor, zeker als je dan bedenkt dat die sensor, in dit geval, omdat er hier nu ergens een breuk in zit, is dit ding eigenlijk, kunnen we het niet meer gebruiken. Een ander probleem is eigenlijk dat dit sokje wordt, in ons geval toch, wordt dat vrij snel vuil. Nu, deze hebben we vrij recent gewisseld, maar als we gaan kijken naar de andere maat, de vorige maand die we gebruikt hebben, die is echt al versleten en die is ook hier. Hier begint dat ook kapot te scheuren allemaal. Dus die sokjes op zich zijn niet zo heel duurzaam. Dus het is zeker niet zo dat je dit koopt en dan voor meerdere kinderen kunt gebruiken. Technisch werkt het wel zo. Dus het is wel een geruststelling, staat er ook op, rest assured, dat je op die manier toch je kind een beetje in het oog kunt houden terwijl dat slaapt. Hè.